Hallo B-Runners! Ik heb net minuten opgenomen zonder dat mijn mooie gezicht in beeld was. Wat tragisch, wat problematisch, I know. Maar nu ben ik er wel! Met mijn dikke top. Hallo. Ik heb even in Alliance Base de settles gehaald en allemaal andere dingen en de element. Ik ga alles even organiseren op één plek. En daarmee bedoel ik eigenlijk niet alles, maar wel gewoon veel. Ik ben wel de Swamp Master Durmus kwijt, man. Die heeft hij gedropt of zo, denk ik. Ah, ja. Vies. Oh, die element, jongen. Het is echt insane. Ik heb zoveel element hier aan overgehouden. Ja, eigenlijk, ja, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in, maar ik ga het toch even doen. We gaan het gewoon even omzetten. Het is echt belachelijk, jongens. Ik zet het gewoon om terwijl ik even de rest van de dingen ga verzamelen. Heb ik hier nog goede techbozen? Ja. Nou, laten we die ook gewoon even opbergen op een plek waar het veilig is. Ik heb volgens mij ook nog hele goede tech armor, alleen... Oh nee, dat valt best mee. Alleen deze. En deze is wel oké. Het is zo duur om te repairen en te craften, daar ga ik gewoon allemaal niet echt aan beginnen. Ik had wel een hele goede mining drill, toch? Heb ik die al meegenomen? Oeh, minigun. Ah, zadels. Ja, jongens. Volgens mij heb ik dit allemaal een keer uitgezocht. Zeg, die Starwing zadels kunnen we even meenemen. Ja, ik kan hem ook wel even laten liggen. Alright, wat ik dus eigenlijk nog wil doen in deze episode... dat is even alles verzamelen. En ik wil kijken of ik misschien toch een keer mantissen kan fixen, man. Dat kan ik doen in Gen 2. Maar ik moet in ieder geval even al mijn loot veiligstellen. Van Fjordur ook. En van dus Gen 2. En de Alliance Base. Moet ik even kijken wat ik daarmee doe. Want ik denk dat dat even mijn safe haven gaat worden hier op deze server. Dus we moeten gewoon even organiseren. Want we hebben nu, als het goed is, wat rust. Ik heb een paar meerdere fops van hun daar een soort van kapot gemaakt. Of ja, het was meer een soort van verzameling van zooi. Daar nog niet, maar daar wil ik nog niet echt aan beginnen. Ja, ik kan het stego droppen in principe. En dan hopen we het beste. Maar eerlijk, ik ben nu zo stacked dat ik een beetje voorzichtig ben. En ik wil even gewoon mijn eitjes in de juiste mandje stoppen. Dat lijkt me het meest praktisch. Voordat ik dadelijk weer de zak ben, zeg maar. Want ik heb hier ook echt gigantisch veel zooi in zitten. Dat is de Federation. Dit moet ik eigenlijk allemaal droppen. Oh, zo. Even wat overzicht creëren, jawel. Ja, hier zit zoveel shit in, man. Ook al die grenades, die grapples, de boog. 537%. Al die tech grenade launchers trouwens ook al. Die heb ik allemaal... En waarom had die ze ook allemaal bij? Zo raar, man. Zo raar. Gratis loot. Zo raar. Oh, jongens. Ik geniet hier zo... Wow! 604%! Doe normaal! Geen wonder dat het wel eens kietelde. Ja, maar waarom... 604%... Oh, de briefjes. Nou ja. 604% rifle. En alsnog zit ik hier een beetje mijn neus te eten en broodjes te bakken. Ah, oké. Nou, ik moet even al mijn elementen gewoon omzetten. Is dit de maximale? Ja, dan denk ik een 4K plus, man. Wat hebben we dan? 4400. En dat was het. Nou, dat hebben we weer goed gedaan, jongens. Oh, transferable element. Oh, dat was echt naar. Oh, ik breng me nu trouwens nog. Ik heb... Hoeveel stekers heb ik? Oh, even tussendoor. Want jij heb ik. Jou heb ik. En jij bent een... Oh, je bent een driebier. Je bent geen uber driebiertjes. Volgens mij heb ik echt 2 of 3 steko's van hun. Oh, yo! Ja, fuck hell. Met je 35 kp, dat doe ik niet meer aan. Zo. Ja, die wil ik nog killen. Dat is misschien een leuk experimentje. Alleen dan moet ik even een hoge melee mantis hebben. Hoge melee mantis met ascended clubs. En dan wordt het lachen. Goeie steko, die had ik natuurlijk al. Heb jij nog een zadel? Het zijn allemaal wel prima. Volgens mij is het mijn eigen zadel trouwens. Zo, dat zadel. En had ik die ene hier nog. Een beetje oppassen. Je weet maar nooit wanneer ze weer turrets hebben. Of had ik die al gepakt? Of is dat die ene in de pokebal? Ik dacht dat een Hydinata was. Oh, wacht. Nee, die staat... Nee. Die staat waarschijnlijk onderaan bij mijn fop nog. Oh, maar dat is wel echt... Dat is wel oprecht het mooiste souvenir, hoor. Ze hebben nog wel flapperde kale rit neer, maar... Oh, trouwens, jongens. Roedie-streepshop.nl voor de nieuwe premium t-shirtjes. Als er nog zijn, want ze verkopen wel snel uit, eigenlijk. Het is ook... limited edition. Maar ze zitten zo nice. Oh, dit is echt zieke kwaliteit. En het is zo clean. Clean en simpel. Simpel en clean. Yo, ik weet er even... What the fuck? Is dat een... Alpharex? Oké. Oké, dan ben ik gewoon echt dom. Heb ik dat ding nou opgepakt in een cryo of niet? Hij is niet dood, toch? Pro, stego. Hij zou niet dood moeten zijn. Huh. Oké, nou heb ik gewoon echt letterlijk een gat in mijn hoofd. Volgens mij is hij niet dood. Heb ik die ergens uitgegooid? Heb ik die ergens... Oh, misschien heb ik in de cryo-fridge. Jou wil ik wel oprecht nog even killen. Jij bent een doel voor mij. Ik wil jouw zadel hebben, jongen. Ja, ik kan hem zo killen met de tech pistol. Ik heb 4400 element bij, trouwens. Oeh. Ja, ik kan ook even een Tila halen als ik daar toch bezig ben. Ja, we gaan dat doen. We gaan dus even naar Scorch en alles. Fjordur, dan Scorch, denk ik. Dan halen we ook even een Tila op. En dan gaan we weer terug naar dit. Dat klinkt als een heel mooi plan. Even kijken. I am carrying items which cannot be transferred. Ik denk element shards, ja. Nou, dit is al een voordeel. Hey, daar hadden ze weg. Oké, maar voor de rest is het een voordeel dat mijn bedden hier nog staan, denk ik. Ik ben even bang voor mijn tri-blog een beetje. Hard to blow, dus dat je metal floor. Noob master. Metal floor. Tech generator. Metal floor, metal floor. Mag dus dat je metal floor. Vacuum compartment. Metal floor. Oké, dus hij zit daar. Bed. Dus volgens mij Mac. Dus soort van metal floor. Double doorframe. No. Save your charge. Destroy your sleeping bag. Automated turret. Oeh, dit kan zelfs hier zijn, jongens. Dit kan hier zijn. Ja, dit kan zeker te weten hier zijn. De wraak of de Noob Master. Even snel deze dingen hierin stekken, hoor. Oh mijn god, dat is... Oh, ik dacht even dat die genet waren. Ik schrok me kapot. Of dat lijken waren. Als ik dan op dit moment hier actief op moeten verdedigen, werd het even chaos. Want ik weet gewoon niet meer wat ik hier heb allemaal. We gaan hier in Desmo. Dat gaat echt rondkissen snel. Ik denk eigenlijk dat ze de onderwater... cave hebben gereed. Of in het midden, de Alliance Base. Dat zou kunnen. Waar is mijn Desmo's hier? Desmo. Oh, Fjordur is wel oprecht zwaar aangevallen. Hard te pleuren. Ja, ik zit even te denken, man. Waar heb ik nog meer? Hier niet, hè? Nee, dit is allemaal nog oké. Nee, want daar waren die tussens ook al in. Misschien de buitenrand. Nee, maar het is heel veel metal foundation wat er scheet. Ja, het is meer dat ik electrical cables zag. Ik dacht, waar heb ik kabels verstopt? Dat was even mijn grootste mysterie. Alles lijkt hier oké. Deze turrets zijn allemaal nog. Nee, dit is intact, man. Hier zijn ze niet geweest. Oké, ik kan even checken daar binnen in de... Heb ik gekke dingen bij? Niet echt, hè? Een cryo bij? Ook niet. Dat is onhandig. Metal floor. Volgens mij heb ik in de basis van... Volgens mij was dat Shadow Master. Heb ik geen dingen gebouwd. Ik had alleen dus natuurlijk dat fop hier rechtsbovenin. Kan ook zijn dat die gewoon leeg is. Destroy your tech generator. Oké, die is gewoon weg. Metal floor. Dit kan in het midden zijn, man. Het kan. En wel echt ruim verschillende dagen. Dat wel. Het is al gemackt. Ik zie niet heel veel kapotte turrets. Dus ik neem... Double doorframe en floor. Ja, ik neem aan dat dit onze Jamie en mijn soort van ally base poging was op Fjordur. En dan ben ik wel benieuwd wat daar nu zit dan. Hij kan er zo naartoe tippen. Oh, met een meewing wat makkelijker. Dat was south en dan west volgens mij. We kijken wel even wat er meegaat en wat niet. Hallo. Oh, hij is al meegekomen. Dan moet ik oppassen dat ik niet gelazerd word. Want ik ben eigenlijk gewoon bang dat deze cave nu een beetje compromised is. Of is geclaimed. Dat is wel een mega cave. Ja, het is wel echt heel ziek als je hier een basis neer kan pompen. Alleen... Wauw. Oh, het is nacht. Ik kan stealth mode erin. Hier stond natuurlijk volgens mij Swamp Master, ja. Oh. Oh mijn god! Wauw. Wow. Dat is ziek. Welk bed is dit? Maar dit hebben we nog wel. Wat is dat? Wat is dan kapot? Onderwater cave? Ik ben zo verward. Yo, wat? Is niet meer mee. Wat mis ik? Welke base mis ik nu, zeg maar? Yo, ik ben zo verward. Oké, we kunnen even kijken of we het vanuit de andere kant kunnen zien. Yo, ik zag die turrets ineens. Ik werd gebeamd, jongen. Ah, rip Desmo. Zet het in de comments. Rip mijn Desmo, man. Oh, die heeft hij waarschijnlijk helemaal allemaal boven op de rand weggewerkt. Zodat je ze gewoon niet ziet. Is het nou wat dag? Of wat gebeurt hier? Het is wel dag. Ja, op deze manier ga ik mijn loot sowieso niet terugkrijgen. Ik denk dat ik het sowieso niet terugkrijg als ik naar mijn base ga. Oh mijn god, ze hebben de hele brug geclaimd. Dat is wat hier aan de hand is. Oh, ze hebben de Polymer Region geclaimd. Dat is het. Ah. Oké, check. Dus ze hebben gewoon eigenlijk de Aberration Cave geclaimd. Ze hebben dat gewoon afgezet. Ik weet niet waar de Jenny is. Rechtsboven. Ja, boven ergens daar. Oké. Maar dan weet ik nog niet wat er kapot is. Ja, een vacuum compartment is stuk. En die heb ik dus alleen maar gehad in die onderwatercave. Waar ik toen Jamie killertje ben verloren. Of Jamie bijt. Ik weet niet hoe die heet. Mijn hele drijfveer. Ik wil mijn dino's terug, maar ik weet niet hoe de dino's heten. Daar dan? Heb ik daar veel gebouwd? Nee toch? Echt 5 turrets misschien. Heb ik dat territorium geclaimd? Ja, buiten. Buiten wel. Of buiten de cave dan moet ik zeggen. Ja, ik ga mijn body hoe dan ook niet terugkrijgen zonder grapple denk ik. Maar ik wil wel gewoon even kijken wat de status is. Mooi is volgens mij wel dat ik hem redelijk makkelijk terug kan krijgen. Want het begon pas misschien toen ik de hoek om was. En ik denk als ik dan de uiterste rand neem van de hoek, dat ik dan veilig sta. Was het hier al? Oh ja, het is hier al. Oh, daarboven. Kunnen we even testen. Ja, dat is allemaal swamp. Ja, die body kan ik easy grappelen. Maar hier is volgens mij al een beetje doorheen gebroken. Oké, ik moet even terug naar mijn basis. Auw. Normaal, jong. Oh ja, je ziet ze zo slecht als ze half in de muur staan, man. Oké, daar dus. Oké, ik ga even suiciden. Ja, ik heb dat in principe niet nodig, die Aberration Cave. Dus het kan me een beetje gestolen worden dat die daar nou zit. Als ik eerlijk ben. Oh, ik heb hier ook nog goede engrams in zitten. Fucking veel kogels ook. Oh, die heb ik nooit meer geloot eigenlijk van de Noob Master. Zo, dat had ik echt moeten doen. Daar had ik echt heel veel kogels aan overgehouden. Zo. Toch maar iets van een wapen mee, denk ik. Kan ik een shotgun hierin zitten? Alright. Jij. Let's go. Hello, be random. Beep. Target acquired. Boop. Hey. Thank you. Dat is great. Oké, daar ga ik dus nog mooi niet mee fucken. Oh, daar kom ik zo met een meewing doorheen toch. Dat moet toch easy kunnen. Dat moet toch easy kunnen. En dan? Zou die daar in het midden ook tilts hebben? Of alleen de bridge? Oh, ergens ben ik gewoon... Ergens wil ik het gewoon slopen. Maar ik ga het niet doen. Dat is nu niet het punt. Ik weet niet wanneer ze weer terug zijn bij mij geharst. Dus even mijn battles kiezen, zeg maar. En ik denk niet dat ik hier loot uit ga halen. Dus we reden alsnog of om mensen te vernederen. Of voor loot. En vaak is het voor loot. Eigenlijk wil je dino's hebben en zo. Hop! Duik, duik, duik. Het is wel dicht met mijn basis. Dat is wel een nadeeltje. Hallo. Hey. Oké. Nou, cool. Waar was ik met mijn simpele bestaan? Deze volts. Zitten hier nou echt hele goede dingen? Oké, laten we zo beginnen. Durmus. Joost, Swamp. Oké, pakken we allemaal. De cryo's. Top. Een lege cryo. I'll take it. Heel veel vlak. Die artifacts kan ik volgens mij niet eens meenemen. Tech. Oh, kijk die structures ook, jongen. Ja, die neem ik ook even allemaal mee. Oh ja, ik heb heel veel goede vlak. Echt gewoon raid kits voor deze, jongen. Oh, er zijn een dino saddle ook goed. Oké, welke saddles hebben we? 301 armor. What the fuck? Die resources ook, jongen. Voor deze. Oké, ik denk dat dat wel het belangrijkste was. Die. Ja, die blueprints. Er is nog een Maywing combi, maar ik weet niet welke Maywings dat zijn. Heel veel goede stagger saddles, man. Ja, ik denk dat ik de rest op zich wel kan laten liggen hier. Zodat ik hier gewoon kan bouwen met dit. Oeh, hallo, wacht even. Zodat ik vanuit hier gewoon nog eventueel Fjordur kan doorbouwen. Ja, de rest is op dit moment niet heel... Oeh, jee, yo. Hoeveel element heb ik nu bij me? 7700. Dag, oké, transmitter. Ik heb het wel een beetje uitgezocht hier. Kom goed, kom goed. Kom man, wap. Hoodie-san. Oh, dash. Oké, cool. Hey, here we are, here we are, here we are. Oh, here we are, here we are. Oh, resources voor deze, neef. Oh my god. Zoveel kristal. Hoeveel pearls heb ik? 10k, 10k. Ah, het valt best mee eigenlijk. Pearls. Wil hier nog daddies hebben, man? Kan ik hier niet gewoon even daddies maken? Upload the inventory of a dino to the S plus dedicated map wide. Wow. Wat? Oké, S plus dedicated storage. En ja, nou, dan doen we hier even, weet ik veel, 20 van of zo. Dat kan, koffie kan. Alles kan. Zo, mooi die intake daar neerzetten. Ik weet nog niet echt waar ik mijn daddies zou gaan stekken dan. Ja, ik hoef er niet per se persoonlijk iets uit te halen. Ik kan in principe alles gewoon poelen. Ja, gast, dat ik hier ook nog even daddies kan stekken. Dan is echt het leven helemaal prachtig, machtig, mooi. Hier, neem anders mijn element, jongen. Hier. Bruh. Hier, jij neemt anders ook even 5k metal. Oh, man. Volt. Even een... voltje 5 erbij. Zo, oh, man. Ja. Oprecht, dit voelt wel echt als een... Evil lair! Hey, moet ik deze dan een keer weghalen? Kijk, Jamie vertrouw ik nu wel. Je weet al hoe vaak dat fout is gegaan. Nee, zo goed komt toch, jongens. Het is wel echt de ziekste backdoor die er is. Wie heeft de artifact gespant als ik dit doe? Ik denk dat ik hier gewoon even mijn daddy library van maak. Dit is... Ja, die van Jamie. Ik weet niet of Jamie nog vaak in de woestijn is, maar eerlijk. Hij moet eigenlijk wel stuk, hè. Want ik expose ik wel een klein beetje mijn locatie, denk ik. Maar aan de andere kant... Badabing, badaboom. Badabing, badaboom. Oh, dat doet echt helemaal niks. Oh, nee, we zijn hier ally. Nee, oké, wacht. Zolang we ally zijn, prima. Gaan we wel inbouwen. Oké, daddy. Daddy. Kun je maar instellen dat hij een soort van auto-commit? Dat zou ziek zijn, eigenlijk. Set resource. En rifle bullet, set resource. Smelting paste. Ja, wood heb ik, drink dart, rhino, stone, stimulants. Ik weet niet of ik... Oh, silica pearls, ja. Organic. Even de belangrijkste dingen hebben. Stone. Ik wil ook gewoon een keer even daddy's allemaal cappen. Als je snapt wat ik bedoel. Is dat jam, is dat gel. Het idee dat ik nu veel belangrijke dingen wil hebben. Ja, normale oil. Ja, ik kan natuurlijk nog van alles. Ik kan nog van alles hierin doen, maar... Ik zou nu even niet weten precies wat. Stone heb ik. Flint had ik die al. Ah, check. Dit doet iets. Oké, dit is redelijk nice. Cool. Ja, ik kan eigenlijk nog wel meer daddy's erbij maken. Graf er gewoon lekker door. Dan kan ik nu... Ja, je kan het hierin instellen ook trouwens. Distribution en dan... Upload to dedicated storage. Het kan zijn dat hij het nu al doet. Dat weet ik niet zeker. Ja, dat is lastig om te zeggen. Ik wil ook mezelf ook niet black weighten nu. Pearl. Bob. Ik leef in de brouwerie. Oh ja, dit ziet er al mooi uit. Dit ziet er echt al heel netjes uit. Ah, lekker man. Ah, hier ga ik zo goed op. Oké, maar hier zitten dus wel best wat gatjes in. Oh ja, kut. Hier zitten nog gewoon best prima dino's in trouwens. Die ik er gewoon maar in heb gedropt omdat het kan. Dat is deze Rex, 58 kp. En de giga's en noem maar op. Ja, als ik even helemaal vergeet, joh. Dit is een rhino. Ah, die is trash. Is die trash? Ik weet niet of die trash is. Ik heb nooit echt een mantis geloot of zo, hè. Nee. Ik weet niet wat ik nog meer allemaal erin moet doen. Oh, fiber. Oh ja, wat voor resources hebben we allemaal? Ja, carrot en zo boeit niet echt. De crystallite, sap. Charcoal, sap, fiber, pelt. Pelt en element dust. Pelt, element dust, obsidian. Oké, er zit ook erin gestekt. Sparkpowder. Sap. Oké. Dus heb ik nou normale volts gemaakt? Nee. Roedie, dit is S plus. Dit is allemaal S plus. Heb ik hier nog zo'n tafeltje staan? Een converter ergens? Oh hier. Kan dit? Oh, dit zal heel ziek zijn, maar dan kan ik er niet in. Oh, ik kan hem ook niet pakken. En dan doen we daar harnas. Ja, dat heb ik op dit moment eigenlijk niet echt. Oké, check. Lekker. Oh, dit begint best wel een coole plek te worden, man. Ik moet alleen wel echt die dingen een keer dicht gaan zetten. Ik zit hier nu nog lekker incognito, maar niet lang, denk ik. Nou, ik vind het ontzettend gezellig hier, jongens. Wat mooi. Heb ik daar die incubator weggehaald? Nee, die is niet weggehaald, Rudy. Die staat hier gewoon verstopt. Ik wil die Maywings even checken. Kan ik een extra incubator maken? Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Hello, cloning son. God damn. I love this place. Waar ga ik nou praktisch een incubator plaatsen? Ik wil niet dat het hier te druk wordt, eigenlijk. Ja, daar komt vast. Ik wil ook niet dat het er doorheen valt. Even kijken. Kan ik dit ergens snappen? Ik wil het eigenlijk niet op een foundation hebben. Hier moet ik gewoon eigenlijk niet omhoog. Ik doe het wel gewoon even zo. Ik weet ook niet wat voor dingen het zijn. Zo'n hoge levels. Oh, 42 HP. Ja, oké. Die zijn ineens echt heel goed. Oeh, electronics. Bro, die ben ik helemaal vergeten. De daddy voor de electronics. Oh, yeah. Ja, ik vond mijn vloer op de island ook al vet. Maar omdat dit zo'n compact hok is, voelt het wel lekker. I don't know. Rare flowers zou ik nog even in kunnen stellen, denk ik. Ja, dus ik kan er wel meer in stellen nog, maar... Alright, dat vind ik cool. Ja, al deze dingen zijn allemaal in de weg. Hang nog even wat volts erbij. Weer geen S plus. Oh mijn god. I'm such an idiot. Het is omdat die engrams zitten het resetten. Daarom vergeet ik het, zeg maar. Durmussen daarin. Lekker, man. Oké. Ja, ik wil dus eigenlijk ook nog heel graag mijn breeds en zo. Of mijn... Ja, nee. Eigenlijk mijn breeds klaarmaken. Noem maar op. Oh, misschien heb ik nog getroffen Stego breeds. Ik zie dat de element wel op is hier. 104. Ik had al 108. Ja, op een gegeven moment ga je afvragen van wanneer stop je, weet je wel. Want 112 zou top zijn. Ik kan me nu beter focussen op andere dingen dan stego's. Nee, geen goede erbij. Oké. Oeh, wel nieuwe kale ratten. Dat is perfect. 46 HP. Ik weet niet wat chill is om te breeden met deze, man. Ah, hey, 46 HP male. Die wil 41 melee. Is HP chill? Movement speed chill? Melee chill? Laat het me even weten, want ik heb echt geen flauw idee. Nul. Echt niks. Ja, met Tilas moet ik hier ook even naartoe halen eigenlijk. Maar goed, over Tilas gesproken. We gaan er sowieso even eentje meenemen. Want we moeten even nog een zadeltje claimen. Oh, Dodo up. Oh, King Dodo. Oh nee, sorry. Chiporka. Dat is geen koning, het is een god. Maka. Oké, waar is de Tila Kuluku? Tila Pulupoep. Tila Puputupupapiep. We nemen een... Oeh, die is bijna neer. We nemen een female'tje mee. Deze? Oh, dat is nieuw gen. Die heb ik niks... Oké, we nemen deze mee. En nog goede shit hierin. Oh, die spoiler wel flink. 56 melee female. I'll take you. 56 male. Oké. 60 male. Babadi boobedi. 60 melee male. Dat is heel epic. Ja! Oh, mooie kleurtjes. Gaat de zadel. Here I come. Misschien als ik dit combineer met... Ah, dit doet wel damage, hoor. Tila is sick. Nou, ben benieuwd. 3, 2, 1, hey. Hey, joh. 260. Dat is toch tel uit je winst. Dat kan ik gebruiken in raids tegen hun. Waar dit alle stego? Ik ben nog gewoon op het recht nog steeds vergeten waar die ene stego nou is. Hij leeft het toch nog wel? Ja. Ik denk in de cryo-fridge. Moet dat zo. Ik ben benieuwd in hoeverre een Tila hier omhoog kan rennen. Dat zou je moeten kunnen klimmen, man. Ah, kijk. Kijk aan, kijk aan. Ik denk dat verder alle stego's al gewoon dood zijn. Even kijken, wat is hier de status? Nou, dat ligt nog wel... Oh, er zijn daar heel veel stego's in een beetje... Oeh. Wil ik het proberen? Wil ik hier langs gaan rennen, anders ga ik echt neer. Oh mijn god, ik ga neer. Wat doe ik nou? Want kill me, please. Oh mijn god. Wat is die damage? Oh, wauw, ziek. Maar er zit al geen zadel meer. Oh wel, nee, ik doe gewoon damage op mijn direwolf. Wat is die transmitter dan? Wie is die? Gratis bier! In de vorm van een stego-zadel met 200 plus armor. Ik wil dat ding zo graag onderuit schieten, jongen. Het is niet normaal. Zitten daar geen weaknesses? Hé, zijn de turrets weg? Yo, het lijkt alsof de turrets weg zijn. Hold up. Zijn de turrets weg? De transmitter is ook nieuw, volgens mij. Thanks voor je zadel, mate. Oké, nou moet die dial even neer. Dankjewel, dankjewel. 298, onja! Can I get an anjer? Wat stom is, ik heb echt 7k element overgepakt. En daar heb ik er niet meer bij. Ik weet niet wat hier fout gaat. Oké. Oh, de laatste. Hey, als die Alpha Raptor even komt helpen, zou ik tof vinden. Echt leuk vinden. Ik heb echt zo'n idee dat de turret straks zijn, maar ik kan het gewoon niet goed zien vanaf hier. Maar dat zou betekenen dat hij waarschijnlijk ergens anders niet op plaats is. Dat je alleen blijven. En wat zou nog kunnen dat daar heel veel elementen zitten. Oh, maga. 2 maximale bleed props, procs en dan is hij neer. Oeh, dat is een teleporter. Oh, dat is niet handig. Oh, 294. Kan naar de turret van Jamie misschien. Ik hoop dat ik dat red. Oh mijn god. Ik heb echt net vies kunnen doen volgens mij. Waar zijn de turrets van Jamie? Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go. Oh, nee. Kijk de knop. Oh, hij komt achter me aan. Jamie turret, kill hem. Daar was ik even bang, jongens. Oh, als ik nou dood ga. Juist. Juist. Ik weet niet of hij dood is. Het zou kunnen. Of hij hight erachter. Ik krijg geen kill. Oh nee, hij leeft nog. Ik heb alleen shotgun en... Ja, ik heb ook mijn goede stego bij, dus dat wil ik niet sacrificen nu. Oké, maar hij leeft dus nog wel. Oeh, hij zat bijna neer. Dat vind ik een taaie. Ik wil deze dus niet verliezen. Zien we dat in het achterhoofd maar even hierin doen. Oh, ik heb een goede... Oh, wow, ik heb gewoon goede tech. Ik heb geen element. Kut. Woe! Oké, hij zit me daar dus op te wachten. Oké. Ja, had ik een beetje element, dan was het leven al zoveel beter. Oké, ik kan gewoon 21 damage doen met een shotgun vanaf hier. Vind ik prima. Wacht, maar ik heb Federation Exo, toch? Daar kan ik gewoon vliegen zonder... Oké, ik kan met die lijn een bal doen. En dan gewoon vliegen met... Nou. Ik ben confident, jongens. Dan kan ik hem niet hitten. Oké, ga ik confident doen. My name, confident man. Ik heb ook nog die technates van hem. Soms ben ik zo blind, jongen. Ah, hij ligt ergens in een steen. Wedden? Of ben ik echt blind? Nou, ik neem even aan dat hij in een steen ligt. Ik weet niet of hij wil vechten of niet. Zo te zien heeft hij niet echt te veel healing of zo bij. Oké, maar ik kan hem daar dus niet zien, want hij ligt daar gewoon in een steen. Ja, nu weet ik dat hij ongeveer daar ligt, maar... Oh, reload, kut. Mooie hit, mooie hit. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja. 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 Get. Oh mijn god. En hij valt een keer in mijn turret range. Oh. 342 armor saddle. Daarmee, ja, daarvoor was ik hier. Thanks. Shoutout naar mijn moeder. Marianne, ik over je. Oh, perfect. Zo, mijn hart stond wel even boven mijn borstkast hoor. Ik ga niet liegen. Rudy, daar zit hij altijd. Moet je nou echt verpesten voor mij? Kom op, mijn hart klopt gewoon. Dat is ook probeer te zeggen. Zo, was ik even blij dat ik Federation Exo Tech had. Heerlijk, man. Heerlijk. Zo, dat zijn zadeltjes. 4 ook, hè? Damn, gast. Zo. Nou, jongens, thanks voor het kijken naar deze. Dit was ziek. En tot morgen.